toen kwam ik op. En toen bleken dat toch wel werknemers te zijn waar ik mee zat. En twee patiënten die nogal goed te pas waren. En voor de rest zaten er in rolstoelen zo mensen met van die geknakte kopjes. Zaten zo een beetje, en dan stond ik hoog op een podium. Dus maar die heel veel moeite hadden om zo schuin naar boven te kijken. Met veel speeksel wat in de mondhoeken naar beneden droop. Dus ik begon mijn teksten gewoon te doen. Waar niet op gereageerd wordt. En na 2 minuten zei een zo'n vrouw op de eerste rij in zo'n rolstoel. Zei, hey jongen, maak je niet zo druk. Zing toch gewoon een liedje. En toen was ik wel... Ik ben meestal niet zo snel in de war of van mijn apropos. Maar toen wist ik het toch ook even niet meer. En toen dacht ik zelfs, ja, misschien is dat wel een goed idee om een liedje te zingen.